Hartelijk goedenavond. Dames en heren, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent, hier in de zaal. En u thuis ook. En u bent er niet voor niets, want dit is hem. De laatste Moppetoppers, de grote finale. Het publiek in de zaal geeft punten. U vult allemaal uw stembiljet in, maar pas veel later als we ze allemaal gezien en gehoord hebben. En dat is dan voor de publieksprijs. En een vakjury geeft dan nog een vakjuryprijs, ook heel belangrijk. De punten van die vakjury en de zaaljury, die worden bij elkaar opgeteld. En daaruit voortgekomen de nummer 1. En die krijgt de gouden microfoon en de titel Moppetopper 1994. Ach, Christel, zou jij zo goed willen zijn? Dat is even een ander moppie. Dankjewel. Het is tijd om de kandidaten aan u voor te stellen. De bedoeling is dat ze even binnenkomen, even een klein warmdraaiertje doen. Straks komen ze wat langere tijd aan bod. Maar als opwarmertje vertellen ze nu om beurten een soort openingsmopje om er even in te komen. En uit de eerste show is hier de beroepsmilitair uit Limburg. Een hele beleefde man. Hij vertelt geen moppen. Nee, hij beleeft ze. Hier is Peter Vazer. Een man komt bij het uitzendbureau voor een baan. Dat is toevallig, zegt die man, ik heb een baan voor jou. Zegt die, moet je je melden in Artis in de dierentuin. Hij er naartoe, krijgt hij een apenpak in zijn handen gestopt. Hij zegt, wat moet ik met een apenpak? Nou, zegt hij, we hebben apentekort. En als u dat pak aantrekt en u doet iets van... En u doet zo geluiden en u slingert wat met die lianen, 4000 gulden in de maand. Dan zegt hij, dat is goed, salaris 4000. Hij dat pak aan, zit in die lianen te slingeren, die banden, gooit met pinda's, trekt gezichten. En één keer, plat, springt die liaan kapot. En hij dondersteent zo in de leeuwenkuil. Die leeuw die ziet dat, wauw, en tegelijk richting die aap. Die aap op zijn knieën, hij zegt, alsjeblieft, alsjeblieft. En er gebeurt niks. Hij kijkt omhoog, zegt die leeuw, hey, ben jij ook van het uitzendbureau? Gelijk goed, hè? Ja, zo. Hey, veel plezier vanavond, hè? De winnaar van show 2 was een vertegenwoordiger uit Zwolle. Zijn moppen zijn gekruid, maar nooit te erg. Hier is hij, Ronald Langeberg. Ronald, heb je er eentje voor ons? Een kleintje, Ron. Nu het moment. Daar gaat hij. Dank je. Een beheerder van een kikkerreservaat, die denkt, ik ga eens even kijken bij de sloot. Dus hij loopt langs de sloot, ligt er een kikkertje. Wow. Nou, zegt die man, jij vermaakt je hier wel. Wow, zegt de kikker, heerlijk zo. Lekker in de zon, zacht gras. Lekker bij het water. Plons je erin, plons je eruit. Lekker. Nou, denkt die man, dat gaat prima. Dus hij loopt verder, ligt er nog een kikker. Wow. Hij zegt, jij hebt het ook naar je zin. Ja, zegt die... Lekker in de zon, vlakbij het water, plons je erin, plons je eruit. En hij loopt door, hij komt de tientallen van zulke tegen. Hartstikke mooi, ligt er op een gegeven moment eentje compleet verdroogd. Op dat gras. Hij zegt, wat krijgen we nou? Moet je dat te zien liggen zo zielig? Hij zegt, overal vrolijke kikkers, allemaal lekker in de zon, plons je erin, plons je eruit. Zegt de kikker, ja, maar ik ben plonsje. Veel plezier, Ronald. En dat zijn nog maar de binnenkomertjes. Uit show 3 is hier een rasechte Rotterdammer. Hij was een overtuigende winnaar. Hoe zal het vanavond gaan met Jan van Diem? Jan. In Antwerpen hebben we de dierenhuis, zoals de Belgen noemen de zoo. De zoo. En in de zoo heb je een kooi met twee gorilla's. Een mannetje en een vrouwtje. Maar dat mannetje kijkt geen moment naar dat vrouwtje. Helemaal geen interesse. We hebben Sjefke. En Sjefke is oppasser en kan heel goed met dat vrouwtje opschieten. Op een goede dag wordt Sjefke ontboden bij de directie. De directeur zegt, Sjefke, luister. Hij zegt, we hebben een probleem. Dat mannetje kijkt niet naar dat vrouwtje. We zouden er toch eens graag willen dat er een klein gorillaatje komt. Dan hebben we een voorstel. Zou jij niet eens die kooi in willen gaan?
En dat is een beetje scharrelen, een beetje vrijen, misschien een klein wipje met dat vrouwtje, tot dat mannetje een tikkeltje opgewonden raakt, tot hij er misschien ook eens opduikt. Hij zegt, 10.000 frank. Meneer de directeur zegt, chef, ik ga erover denken. Hij zegt, ik ga het morgen vertellen. Dus de andere dag komt chef op bureau bij de directeur. Hij zegt, directeur, ik heb erover gedacht. Hij zegt, ik wil het doen op 3 voorwaarden. Hij zegt, voorwaarde 1. Hij zegt, mijn en Marie thuis mag daar nooit iets over weten. Nee, natuurlijk niet, zegt de directeur, spreekt vanzelf. Hij zegt, voorwaarde 2. Hij zegt, de naam moet geheel gekuist worden. Ook geen probleem, zegt de directeur. Hij zegt, meneer de directeur, hij zegt, die 10.000 frank. Hij zegt, mag ik die in 3 termijnen betalen? Ja, goed gedaan, jongen. Show 4 kende een jeugdige winnaar uit Brabant. In een rustige stijl vertelde hij zijn opwindende moppen. En wij lachten allemaal mee met Jeroen Sorry. Op zekere dag gaat er een boertje naar Amsterdam, dagje uit. En op een gegeven moment, hij komt toch ook op die wallen en hij gaat er een beetje tekeer. 2 weken later gaat bij hem de deurbel. Hij gaat naar die deur toe, staat een beetje een loesje figuur, grote Cadillac voor de deur, bontjas aan, kent dat wel. Hij zegt, die man die zegt, jij bent vorige week ben je op de wallen geweest. Stil nou man, mijn vrouw stond in de keuken, ben je helemaal gek? Hij zegt, ja zit, hier hebben wij een paar fotootjes van u gemaakt meneer en dat gaat u verschrikkelijk veel geld kosten. Die boer die kijkt er zo eens naar en zegt, ja, daar wil ik er wel een van, daar wel een van. En dan vergroten. Veel succes vanavond. Veel plezier. Kom geen end aan, want we hebben er 8. Uit show 5 kwam ook een Jeroen. En nog jonger dan de vorige moppentopper. Hij is pas 18 jaar en nu al de lachers op zijn hand. Heel Voorburg leeft met hem mee. Hier is hij, Jeroen Smits. Zo komt er een jongen bij de dokter, hij zegt, dokter, hij zegt, wil me laten castreren. Zegt die dokter, hij zegt, hoe kom je daar nou bij? Hij zegt, mijn vriend heeft het ook gedaan, jij hebt zo'n succes bij de meisjes, hij zegt, dat is ongekend. Hij zegt, die dokter, hij zegt, kijk er nou goed over nadenken, hij zegt, dat is een behoorlijk zware ingreep. Hij zegt, nee, hij zegt, ik wil me laten castreren. Afijn, die dokter haalt het hele zaakje eraf. Na 2 weken revalidatie komt hij in de stad, komt hij die vriend tegen. Zegt die vriend, en, heb je je nog laten tatoeëren? Hij zegt, ach jij met je moeilijke woorden. Je hebt er niks van gemerkt van je knietje. Heel goed. Bij de 6e moppetoppers kwam de winnaar uit de polder. Hij woont in Almere en hij werkt in Amsterdam. Hij is vader van 4 kinderen. Hier is Edgar Buisman. Hallo. Er werkte een man op de timmerfabriek en die zag in 1 keer zijn hele hand eraf. Heleboel paniek, EHBO erbij en die verbindt zijn pols, hand in de plastic zakkie, op het ijs naar het ziekenhuis. Komt bij die plastische chirurg en zegt, dokter moet u kijken, mijn hele hand is eraf, hoeveel kost het om weer aan te naaien? Ja, zegt die plastische chirurg, kost wel 20.000 gulden. 20.000 gulden, dat is wel een beetje boel geld. Maar hij denkt, ik heb goede berichten gehoord over die dokter in België, ik ga naar België toe. Hij naar het ziekenhuis, de Belgische dokter, hij zegt, dokter kijk, mijn hele hand eraf, hoeveel kost het om er aan te naaien? Allee, zegt die Belg, 100 frankskes. Hij zegt, naai hem eraan, snel. Snel eraan naaien. S'avonds, alles doet het weer. Hij gaat er terug naar Amsterdam. Hij zegt tegen die passagier, hey, moet eens kijken, in België. Helemaal goed, alles doet het weer. 100 frankskes. Weet je wat jij kan met je 20.000 gulden? Ho, 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 ho. Goeie, hè? Mooi. Dank je. Leuk, hè? Dat is een visueeltje. Wat je ziet er voor je. Nog 2. De winnaar uit show 7 was een blond gelokte timmerman uit Purmerend. Hij timmert behoorlijk aan de weg en staat nu in de finale. Hier is Jan Hoeven. Is die Nederlandse missionaris, die is op de missiepost in Midden-Afrika... En die loopt op een mooie dag met een stamhoofd door het bos.
En die probeert het stamhoofd een beetje Nederlands bij te brengen. Dus die komt langs een mooie bloem. En die zegt tegen de stamhoofd, bloem. Dus de stamhoofd, bloem? Hij zegt, goed zo, jongen. Ze lopen langs een mooie boom. En zegt tegen de stamhoofd, boom. De stamhoofd zegt, boom? Hij zegt, goed zo, jongen. Ze komt langs een mooi stuk gras. Hij zegt, gras. De stamhoofd, gras? Hij zegt, goed zo, jongen. Ze komt op een gegeven moment langs een paar struiken. En dan zijn wij bezig met de oudste daad ter wereld. Dus die stamhoofd komt met een groot vraagteken natuurlijk. En die kijkt die missionaris aan en die zegt... Dus die missionaris denkt, moet je daar nou van maken? Hij denkt, weet je wat, ze hebben geen fiets hier. Dus die zegt tegen dat stamhoofd, daar zit man op fiets. Dus de stamhoofd zegt daar, man op fiets? Hij zegt, goed zo jongen. Dus de stamhoofd pakt zijn pijl en boog en schiet zo die kerel dood. Dus die missionaris denkt, wat is dat nou? Hij zegt, mijn fiets. Hey, hij komt lekker over. Ik dacht het wel. Ben je op de fiets geladen? Ja, oké. Jan Hoeven. En om een heel mooi rijtje nu te gaan besluiten uit show 8. Vorige week nog op televisie, de halve finale. Vier moppentoppers gingen in de herkansing en hij greep zijn kans. Met het overwinningsgevoel nog in zijn voetjes is hier de one and only Eef de Moppenkapper. Eef van! Zegt de ene vampier tegen de andere vampier bij het krieken van de ochtend. Hij zegt, ik moet er nog even uit. Ik heb nog niet gescoord, ik moet wat bloed hebben. Ik kom de dag niet door. Zegt die andere, mag je wel opschieten, in de 2 minuten is het licht. Dus hij springt het raam uit. Binnen 10 seconden is hij terug met zijn mond helemaal onder het bloed. Hij zegt, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat geflikt? Hij zegt, loop maar eens mee. Ze lopen naar het raam toe, zegt, kijk, zie je daar die lantaarnpaal? Zegt hij, ja. Hij zegt, die zag ik niet. Beetje lugubre moppen, maar wel leuk. Dames en heren, dat zijn de moppentoppers voor vanavond. En zij gaan nu een beetje een soort wachtruimte in. Wat je ook wel met een Eurovisie Songfestival hebt. Om op hun beurt te wachten. En we gaan beginnen. En welkom voor de leukste van onze derde show. Hij had zware concurrentie. Hij kreeg het niet cadeau. Ben je gek? Hij kwam met vlag en wimpel als beste uit de bus. Hij is met rechte reden een mopfanaticus. Door een pleister op de spiegel, door een lilliputterwip en door de uiensnijer werd hij een moppenvip. Korte zijn of lange, zijn timing is subliem. Terug in de finale vind ik staan Jan van Diem. Een man besluit op wintersport te gaan met een nachttrein, met een slaapcoupé. Hij komt in die coupé, tot zijn grote verbazing ziet hij dat hij moet delen met een vrouw. Dan denk ik, nou ja, niks aan de hand, dan maar met een vrouw, maakt niet uit. Dus stellen ze zich aan elkaar voor, pakken de koffietjes uit en het is bedtijd. Ze gaan slapen, hij in het onderste bed, zij in het bovenste bed. Een kwartiertje naar de rand. Die mevrouw, buurman, buurman, slaapt u al? Hij zegt, nee, nee. Ze zegt, ik kan niet slapen, zegt ze, ik heb het zo koud. Zou u misschien even het raampje dicht willen doen? De man zegt, oké, dus gaat zijn bed uit. Raampje dicht, weer terug zijn bed en gaat slapen een kwartier later. Buurman, buurman, slaap je al? Hij zegt, nee. Ze zegt, met dat raampje dicht krijg je toch al een beetje benauwd. Zou u het misschien weer open willen doen? Hij denkt, hij weer dat bed uit, het raampje open. Weer terug naar zijn bed, probeert weer te slapen een kwartier later. Buurman, buurman, slaap je al? Hij zegt, nee. Ze zegt, ja, nou met dat raampje open is het toch weer een beetje koud. Ze zegt, nou heb ik in die kast daar in die hoek heb ik een deken zien liggen. Zou je die misschien even aan willen geven? Hij zegt, nou mevrouw, hij zegt, we kunnen natuurlijk ook net doen of we getrouwd zijn. Ze zegt, ja, zou u dat willen? Hij zegt, ja, ja. Ze zegt, nou, dat vind ik ook wel fijn. Hij zegt, nou weet je wat, ga naar je nest uit, pak die deken zelf, ga je nest en uit je kop en ga slapen. Er komt een man een schoenenwinkel binnenlopen. Hij zegt tegen die verkoper, hij zegt, verkoopt u bommelschoenen? Ja, zegt die verkopen wel. Hij zegt, maar dat zijn hele dure schoenen, kosten 5.500 gulden. Hij zegt, dat maakt mij niet uit, die wil ik hebben, doe maar een paar bruine bommels. Die verkopen ze, welke maat heeft u meneer? Hij zegt, ik heb maat 43. Hij zegt, maar doet u maar 41. Die verkopen ze, hij zegt, nee, doe nou maar 41. Nou ja, oké, zoals u wil. Dus die verkopen, pak maat 41 uit de kast. Die man die trekt ze aan, zijn tenen helemaal krom in die schoenen. Hij zegt, ze zitten heerlijk. Hij zegt, ik neem ze. Hij legt 5.500 gulden op tafel en hij de deur uit.
Andere dag de deur gaat open, komt die vent weer binnen. Dus die verkoper denkt, die komt ze beslisruilen. Dat kan niet anders. Hij zegt tegen die verkoper, zegt, heb je deze ook in het zwart? Die verkoper zegt, ja. Hij zegt, maar het is een iets ander model, kost 600 piek. Hij zegt, interesseert me niet, hij zegt, wil ik hebben. Hij zegt dan zeker nu maat 43. Zegt, nee, doe maar 41. Hij zegt, ik hoef ze niet te passen, ze zitten lekker, pak ze maar gelijk in. Nou ja, zoals je wilt. Dus pak in, die man legt 600 piek op tafel, doos onder zijn arm en... Hij is bijna bij de deur, die verkoper zegt, meneer, moet je toch eens vertellen? Hij zegt, want dat begrijp ik niet. Binnen 2 dagen voor 1200 gulden schoenen. Ze passen niet, pijn in je poten. Hoe zit dit? Hij zegt, jongen, dat zal ik je vertellen. Hij zegt, mijn vrouw is er vandoor en mijn beste vriend. Hij zegt, mijn dochter speelt ergens te roeren, ik weet niet eens waar. Mijn zoon is zwaar verslaafd aan de verdovende middelen. Hij zegt, als ik s'avonds thuis kom en ik doe mijn schoenen uit, dan ben ik de gelukkigste man van de wereld. Ik heb een vriendje, die heet Ger, die is slager. Slager, hij belt me wel. Dan zegt hij, hallo met Ger. Dan zeg ik, welke Ger? Dan zegt hij, slager. Bij deze man, bij die slager, komt van de week een hondje binnen. Met een rugzakje op zijn rug. Dus die slager zegt, wat moet dat? Het hondje wijst hem met zijn pootje. Dus hij doet het ritje open van het rugzakje. Boodschappenlijstje, onsje van dit, kilootje van dat, pondje van dat. Dus hij pakt het allemaal netjes in, ritje dicht. Hij zegt, geen betalen. Hondje wijst met zijn pootje naar de andere kant. Ritje open, zit geld in, dus nou, netjes afgeteld, wisselgeld er in. Ritje dicht, hondje de deur uit, die slager denkt, nou, moet ik toch het mijne van hebben. Dus die erachteraan, straatje in, straatje uit, stopt voor een deur, gaat op zijn achterpootje staan en belt aan. Deur gaat open, komt er een vent en die zegt, tik, 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 geeft die hond zo 3 klappen voor zijn kamers. Die slager zegt, nou, dat vind ik lullig. Hij is een perfecte hond, doet boodschappen, brengt het netjes thuis, waarom sla je hem? Dat heb je helemaal niet verdiend. Die vent zich niet verdiend, is het de derde keer dat hij de sleutel vergeten is. Piet heeft een trektocht door de jungle gemaakt. Zijn vrienden zitten in de kroeg. Hoe zou het met Piet zijn? Ja, Piet schijnt in het ziekenhuis te liggen. Nou, zit hij heen, dan ga ik hem eens opzoeken. Dus een van die vrienden gaat Piet opzoeken en dan ligt Piet in het bed. Ogenschijnlijk niets mankerend, maar helemaal gedeprimeerd en in de put. Dus die vriend zegt, Piet, wat is er met je aan de hand? Hij zegt, nou, je weet, ik heb die trektocht door de jungle gemaakt. Als ik loop door het oerwoud, ineens springt een gorilla, die springt de bos uit. Die pakt mijn beet, die scheurt mij die bossen in. En die heeft mij daar 6 keer beestachtig op een verschrikkelijke manier misbruikt en genomen. Die vriend zegt, jongen, maar ik zie helemaal geen verwonding. Heb je dan binnenwaarts misschien? Hij zegt, nee, niks. Hij zegt, maar waarom lig je dan zo gedeprimeerd en in de put hier in dat nest? Hij zegt, jongen, zal ik je vertellen? Hij zegt, het is nou 3 maanden geleden. Hij schrijft niet, hij belt niet, hij komt niet lang. Jan Zing aan je lippen. Hartstikke goed. Jan van Diem. Kampioen hoor. Hele grote. Maar er zijn er nog meer. Een regelrechte topper. De winnaar van show 5. Zo knapen je familie is prima tijdverdrijf. Hij was de allerjongste van wat hier heeft gestaan. Een kind maar weet verdomd goed waar ze moppen over gaan. Zijn duppie kwartje gulden, doofstom in het café. Het was vaak op het randje, maar hij won er toch maar mee. Bij ons maakt hij de breker, op school maakt hij de blitz. Een naam om te onthouden, hier is hij, Jeroen Smit. Zo is toch een man, die heeft een minderwaardigheidscomplex. Ja echt, hij is van onderen en een baby. Hij durft dus ook niet naar de publieke vrouw. Op een gegeven moment zit hij op een blauwe maandag zit hij in de krant te kijken. Staat er een grote advertentie in. Anja, voor al uw seksproblemen. Dus hij belt dat meisje op. Hij zegt, joh, hij zegt, de zus is zo. Ik ben van onderen net een baby. Zegt ze, joh, kom langs, geen probleem. Hij daarheen, met al zijn moed, hij belt dan. Die vrouw die doet open. Hij zegt, dag mevrouw, bent u Anja? Zegt ze, ja. Hij zegt, nou, ik denk dat ik het toch maar vanaf zie. Hij zegt, want van onderen ben ik net een baby. Zegt, nee, kom op, je moet eens weten wat ik hier allemaal heb meegemaakt. Kom binnen. Dus hij komt binnen. Ze zegt, kleed u maar even uit. Dus hij kleedt zich uit. Dat meisje kijkt en die zegt, jee, wat is dat nou? Hij zegt, ik heb u toch gezegd, ik ben van onderen net een baby. 49 centimeter en 7 pond. Ja. Ze moeten, de 2 jongens, die moeten gekeurd worden voor dienst. Maar die wonen bij elkaar in de straat. Dus die rijden met elkaar mee en ze zitten in die wagen. Zit die ene, hij zegt, werd ook afgekeurd hoor. Hij zegt, hoe ga jij dat doen dan? Hij zegt, dat zeg je niet, dan hoor je daar wel. Dus die ene gozer die dat zegt, die moet als eerste binnenkomen. Dus voordat hij naar binnen gaat, hup, 100 gulden in zijn achterste. Dus hij gaat naar binnen, hij gaat zitten aan die tafel. En die dokter die kijkt, hij zegt, meneer, ik zie wel een infanteristje nu.
Hij zegt alleen nog even het achterste nakijken. Dus die vent die bukt. En die dokter die kijkt. Hij zegt, ik zie het al, je bent afgekeurd aan bij je. Dus die gozer komt buiten. Hij zegt, en? Hij zegt, afgekeurd aan bij je. Hij zegt, heb je dat gedaan, man? Hij zegt, gewoon 100 gulden in je achterste, geen probleem, zegt hij. Ja, die gozer die loopt weg, hij denkt 100 gulden, hij heeft een hoop geld, dus die pakt een tientje die dag. En hij gaat naar binnen. Ja, echt. Hij gaat naar binnen en hij zit aan die tafel. Die dokter zegt, nou meneer, ik zie wel een infanteristje nu. Alleen nog even het achterste nakijken. Dus die gozer die bukt en die dokter die kijkt. Hij zegt, goedgekeurd. Hij zegt, goedgekeurd. Hij zegt, en mijn buurman die wordt afgekeurd voor aanbijen. Hij zegt, maar die had het ook 10 keer erger dan jij. Zo heb ik met twee vrienden heb ik een vakantiewerk gedaan. Ramen inzetten op een wolkengrap op de 28e verdieping. En we staan daar, één collega sodemietert naar beneden. Die ene die zegt tegen mij, hij was getrouwd en nou? Ik zeg, ja, dan moeten we toch eens een vrouw gaan vertellen. Dus hij zegt, ja, ik durf niet. Dus ik, ja, met mijn grote mond. Ik zeg, nou, dan ga ik het wel doen. Dus ik ga vertellen, ik kom terug met een kratje bier. Zegt mijn vriend, hij zegt, hoe kom je daar nou aan? Hij zegt, wat heb je nou weer gedaan? Je moest zeggen dat die man dood was. Ik zeg, dat heb ik ook gezegd. Hij zegt, wat heb je gezegd dan? Nou, ik ga er naartoe, zeg ik dan. Ik zeg, ik bel aan. Die vrouw gooit het raam open, die komt naar buiten. Zegt, wie is daar? Ik zeg, goedemiddag mevrouw, bent u weduwe Jansen? Zegt ze, nou, ik heet wel Jansen, maar ik ben geen weduwe. Ik zeg, zullen we wennen voor een kratje bier? Zo gaat Sam. Sam die gaat een winkel beginnen tegenover een hele grote supermarkt. Dus Sam die opent en op een gegeven moment kijkt hij uit het raam op een dag. Staat er een groot aantal biljetten op de supermarkt. Roomboter 1,49. Dus Sam die pakt een stuk papier. Hup, roomboter 1,29. Kijkt hij de volgende dag uit het raam. Aan de overkant roomboter 99 cent. Hij, hup, roomboter 69 cent. Derde dag, die vent, roomboter 49 cent. Sam, roomboter 29 cent. Op een gegeven moment komt die directeur van die supermarkt komt naar Sam toe. Hij zegt, hoe zit het nou? Wat zouden we nou aan doen met die roomboter? Zegt Sam, wat jij aan doet, maar weet ik niet, maar ik verkoop geen roomboter. Zo is er een vrachtwagenchauffeur, die neemt de list dan mee. Ze is nog geen 5 minuten binnen en begint ze al. Hij, laat me een nummertje maken. Hij zegt, sodemiet erop, zegt hij. Hij zegt, ik ben gelukkig getrouwd, ik heb 3 kinderen. Hij zegt, je kan meerijden, maar voor de rest moet je gewoon je mond dicht houden. Ze zegt, nou ja, dat is goed. Ze zijn nog een half uur verder, zegt, begint ze weer. Zegt ze, joh, laten we nou een nummertje maken. En hij kijkt, heb ze zulke tieten, zeg. Hij zegt, nou, hij zegt, dat is goed, zegt hij. Hij zegt, onder één voorwaarde, hij zegt, we doen het wel onder de wagen. Ze zegt, nou, dat is toch geen probleem. Dus hij gooit die wagen aan de kant en ze duiken onder die wagen. Hij geeft die vrouw een beurt, zeg, onder die wagen. Is hij bezig, kijkt hij naast hem, dan de 2 leren laarzen. Ze zegt, goedenavond, een agent. Hij zegt, goedenavond, meneer. Hij zegt, wat is er aan de hand? Ha, zegt die meneer agent, ik geloof dat ik een lekker olieleiding heb. Zet die agent, kijk daar gelijk je handrem. Nou, want je wagen staat 400 meter verderop. Fantastisch. Je haalt in huis en ze houden huis. Jeroen Smits. Wij gaan verder, dames en heren, met onze schitterende rij van regelrechte toppers. Hij haalde de finale door het winnen van show 6. Een levende remedie tegen elke vorm van stress. Zijn mop over het stotteren of van die opblaaspop. Daar kon je echt van zeggen, daar kikker ik van op. Het is niet drop of droppen, kan hij alles zijn of niks. Hij vond voor de finale de juiste moppenmix. Hij was vanmiddag klasse, hij ging weer als een trein. Hij moet dus kallipakkie voor Edgar Buisman zijn. Er rijdt een man in de auto richting de Belgische grens. Wordt hij aangehouden door de Belgische douanier? Alleen zegt hij, meneer, je rijdt hier in Audi Quattro en je bevindt zich in uw eentje in de auto. Je komt hier de grens niet over. Ja, zegt hij, maar wat is dat nou? Audi Quattro is toch gewoon een merk? Hoef je toch niet met 4 mensen in de auto te zitten? Nee, zegt hij, Audi Quattro, 1 mens, je komt de grens niet over. Nou, zegt hij, laat mij uw chef maar even spreken. Hij zegt, dan moet u toch een moment geduld hebben. Die zat verderop met de Fiat Uno, er zitten 3 mensen in. Er zitten 2 mannen zitten te vissen. En de ene man die vangt de vis achter elkaar. En nog maar vis en mijn vis. En die andere die vangt niks.
Hij zegt, ik begrijp het niet. Hij zegt, elke keer als ik met jou ga vissen, vang jij steeds mijn vis en ik vang niks. Hoe doe je dat nou? Hij zegt, nou, het is heel logisch. Als ik 's morgens ga vissen, dan ga ik kijken hoe mijn vrouw ligt. Leg ze links, ga ik links vissen. Leg ze rechts, ga ik rechts vissen. Zit hij mij, wat doe je dan als ze op de rug ligt? Hij zegt, dan blijf ik thuis. In het sprookjesbos wonen de 7 dwergjes. En 2 bospaadjes verderop woont Sneeuwwitje. Elke keer als Sneeuwwitje naar de supermarkt moet, moet ze langs het huisje van de 7 dwergjes. En die zijn smoorverliefd op Sneeuwwitje. Dus die oudste zegt op een gegeven moment, hij zegt, ik hou het niet meer. Hè. Vanavond moet ik Sneeuwwitje hebben. Ik ga er naartoe en ik neem haar. Ja, zegt die andere 6, maar dat willen wij ook. Ja, zegt die oudste, ik ben de oudste, ik heb de oudste rechten. Wat jullie doen, jullie mag van mij mee, maar dan moeten jullie kijken. Dus die 7 dwergen naast Sneeuwwitje. Die oudste de dwerg. De ene oudste dwerg die gaat voor het sleutelgat staan en die zegt, gaan jullie maar achter me staan? Ik ga vertellen wat er gebeurt. Hij geeft er een zoen, hij geeft er een zoen, hij geeft er een zoen, hij geeft er een zoen. Zij kleedt zich uit, zij kleedt zich uit, zij kleedt zich uit, zij kleedt zich uit. Hij kleedt zich uit, hij kleedt zich uit, hij kleedt zich uit. Kleedt zich uit. Ze gaat op bed liggen, ze gaat op bed liggen, ze gaat op bed liggen, ze gaat op bed liggen. Hij gaat op bed liggen, hij gaat op bed liggen, hij gaat op bed liggen. Hij gaat er bovenop, hij gaat er bovenop, hij gaat er bovenop. Hij gaat... Ze gaan op en neer, ze gaan op en neer, ze gaan op en neer. Hij komt, ik ook, ik ook, ik ook. Ik ook. Bolkestein besluit een keer naar de dierenwereld te gaan. Om te horen of de dieren ook op hem hebben gestemd. Komt die konijn tegen, hij zegt, heb jij op de VVD gestemd? Ja, zegt de konijn, want ik heb een bontjas, mijn broer heb een bontjas, mijn zuster heeft een bontjas. Ah, geweldig, zegt hij. Loopt hij verder, komt hij een slak tegen. Hij zegt, heb jij op de VVD gestemd? Ja, zegt die slak. We hebben allemaal op de VVD gestemd, want ik heb een eigen huis, mijn broer heeft een eigen huis, mijn zuster heeft een eigen huis. Komt hij een krokodil tegen, zegt hij zo. Heb je ook op de VVD gestemd? Nee, zegt die krokodil, ik heb op de Centrum Democraten gestemd. Waarom, zegt Bolkestein? Ja, ik heb een grote bek, mijn broer heeft een grote bek. Edgar Buisman. Nog eentje dan? Zullen we doen? Ze zijn nu toch binnen. En ook in de finale. De winnaar van show 2. Met grote voorpret gaan we opnieuw met hem in zee. De groot geschapen kerel. Die met die hoge stem. Die mop van die 2 homo's. Ik ken ze dankzij hem. Hij bleek die 2e wedstrijd. De beste in het veld. Het gaat niet alleen om wat hij, maar hoe hij het vertelt. Zijn humor heeft dat droge. Dat droog ik tot in merk. Voor mij mag hij beginnen. Ronald Langeberg. Komt een man die komt thuis en roept naar zijn vrouw. Vrouw, pak de koffers, pak de koffers. Zegt die vrouw, de koffers pakken? Waarvoor? Hij zegt, ik heb 1 miljoen gewonnen in de staatsloterij. Zegt ze, oh leuk, winter of zomerkleren. Zegt, maakt me niet uit als je maar oprot. Het is een stelletje, dat is aan elkaar uitgehuwelijkd. Leert elkaar kennen op de huwelijksdag. Huwelijksnacht komt eraan. Hotelkamer. Allebei een gigantisch probleem. Die jongen heeft een paar voeten die stinken als de riolering. En dat meisje dat ruikt uit de mond niet te zuinig. En hoe zenuwachtiger ze wordt, hoe sterker ze begint te ruiken. Dus afijn in die hotelkamer, zij direct naar de badkamer. Tanden poetsen, mondspray, luchtjes, weet ik het wat. En die vent die zit op bed, trekt zijn sok uit. Oh, gooit die sokken naast bed, dat stinkt als het laatste oordeel zeg. Dus zij komt uit die badkamer, hij gaat erin, voeten wassen. Oh, de klonje erop, niks helpt, blijf stinken. Ondertussen zit het meisje op bed. Ik denk van, ja, hoe vertel ik het hem nou? Stinken zeg. Ze zegt, nou ja, ik zeg het hem maar gewoon, want hij komt er toch wel achter. Dus zij loopt terug naar die badkamer, komt net die jongen eruit. Ze zegt, moet je wat zeggen? Zegt die jongen, oh, wat stinken? Zegt ze, ja, maar ik ben zo nerveus. Zegt die, hoef je mijn sokken toch niet op te vreten? Zegt de man, die zegt tegen zijn vrouw, oh Jacqueline, wat is leuk weer. Nou, hè? Zullen we gaan picknicken? Oh, leuk, zegt ze, een picknick. Ja, gezellig. Mandje wordt ingepakt, kleedje gaat mee. Hup, in de auto, het bos in. Mooi open stukje bos. Kleedje op de grond. Hup, spul uitpakken. Zegt die man. Oh, nee, hè? Zegt ze, nee, we gaan eerst eten. Een zoontje gaat naar zijn vader toe. Die is opperhoofd van de stam. Hij zegt, papa,
Mijn oudste broer, die heet Renny de Buffel. Hoe komen jullie eigenlijk aan die naam? Nou, zegt zijn vader. Kijk, zoon. Toen jouw papa en mama jouw oudste broer verwekten, kwam er een buffel in onze tent gerend. Dus toen hebben we 9 maanden later, hebben we jouw oudste broer Rennende Buffel genoemd. Ja, zegt u, maar mijn tweede broer, die heet Trillende Bever. Kijk, toen die werd verwekt, zat er een bever in onze tent en die trilde. Dus 9 maanden later heette hij Trillende Bever. Maar waarom vraag je dat allemaal, scheurend rubber? Er komt een veehandelaar, die komt bij een boer, die wil graag wat vee kopen. Dus hij loopt met die boer naar binnen, hij zegt op een gegeven moment tegen de boer, hij zegt, wat reken je voor zo'n big? Nou, zegt die boer, nou dan moet ik even kijken, want kijk, het gaat hier met gewicht. Dat is hier ongeveer 3 gulden, soms 4 gulden de kilo. Hij zegt, maar ik weet goed gemaakt, 3 gulden de kilo. Hij zegt, ja, dan wil ik weten wat die big kost. Dus die boer die loopt er naartoe, pakt die big op, bij de staat in de mond, trekt hem zo van de grond en die big... Hij zet hem weer neer. Hij zegt, nou, deze die weegt 19 kilo. Keer 3 gulden, dat is... Zegt die veehandelaar. Hij zegt, ja, hé. Hey. Hij zegt, laat je eens nakijken. Hij zegt, is dat een manier om een big te wegen? Hij zegt, geloof jij mij niet dan? Hij zegt, nee. Hij zegt, dat is toch geen wegen? Nou, wacht maar eens even, jongen. Ongelovige Thomas. En die gaat een weegschaal halen. Zet die big erop 19 kilo. Schoon aan de haak. Zit die veehandelaar. Die zegt, dat is kras. Hij zegt, wat weegt die big? Dus die boer weer in de benen. Pakt die andere big van de grond. Nou, zegt hij, nou, dan moet ik eens even kijken, deze is 22 kilo. Hup, op de weegschaal, 22 kilo, exact. Zo, zegt die veehandelaar, joh, hier wil ik nog meer van zien. Nou, zegt die boer, wacht maar even, dan stuur ik even je zoon weg voor koffie. Bertus, ga jij eens even koffie aan bij moeder. De Bertus gaat weg, maar die komt terug, lege handen. Zij kijkt ze zo, hij zegt, hé, Bertus, jij zou toch koffie voor ons gaan halen? Ja, hij zegt, Bertus, ja, ik geloof niet dat mijn moeder de tijd voor heeft. Hij zegt, geen tijd voor heeft, wat is je moeder aan het doen dan? Hij zegt, ja, ik weet niet zeker, maar volgens mij staat ze de postbode te wegen. Ronald, Langeberg, met allemaal verhalen uit het leven gegrepen. We gaan er nog eentje doen, een rondje van het huis. Dus in principe allemaal gelijke kansen. Ja, geef maar door. Als je niks doet, ben je ook nooit. Voor het pretpakket Rikkedingen Davy, wordt het een Digi of een Davy. Rood of groen, als hij stopt moet je hem doen. En de kleur is groen. Hallo Ron, ik hallo. Ben Lies. Wat zeg je? En ik zat al lang te popelen om deze mop even te vertellen. Ik zag je al zitten popelen. Ja, er kwam bij een drogisterij, kwam er een meneer binnen. En die zegt tegen de drogist, heeft u voor mij een pak tampons? Toen zegt de drogist, ja hoor. En die gaat die pak tampons halen. En op een gegeven ogenblik, toen zegt die klant ineens van, nee, geef me eigenlijk maar gewoon een pak tissues en een pak watten. Toen zegt die drogist, ja meneer, maar dat is wel heel iets anders. Ja, zegt die klant, dat weet ik wel. Maar gisteren vroeg ik aan mevrouw of dat ze sigaretten wilde halen. Toen kwam ze terug met check. Laat ze nou zelf ook maar draaien. Ja! Van alle tweede plaatsen bleek hij de kampioen. Van stukken toppers winnen, ik geef het je te doen. Hij deed dat als een profi, niet eventjes hap snap. Uit alles wat we hoorden, sprak poppenvakmanschap. Of hij kon niet ontkomen aan moppen met een lip. Uit zijn mond kon je het hebben, zelfs met een hamerlip. Misschien wie zal het zeggen, staat morgen in de krant. De oppermoppertopper met dit seizoen één brand. Vrachtwagenchauffeur komt een wegrestaurant binnen. Hij zegt, mag ik een dubbele uitsmijter, 2 koffie geven naar het toilet? In die tijd dat hij op het toilet zit, wordt zijn uitsmijter geserveerd en zijn 2 koffie. Komen er 3 van die vervaarlijk uitziende motorrijders binnen. Grote tatoeages, lang haar. Zien die uitsmijter staan, beginnen te kanen. Vraag waar is je om het toilet uitlopen. Kijkt. Hij zegt, oh, wat krijg je van me? Zit die 18 gulden? Hij zegt, hier rijden 25 gulden. Laat me zitten. Goedemiddag, loop zo de deur uit. Zet een van die motorrijders tegen die ober. Hij zegt, is dat voor een watje, zeg? Wat is dat, een joker? Die durft niet eens wat te zeggen. Zet die ober, ik begrijp het ook niet. En volgens mij kan hij niet rijden ook, want ik zie hem net 3 motoren plat rijden. Oma is 100 jaar geworden, de burgemeester komt op bezoek. Oma, van harte gefeliciteerd. Vertelt u eens,
Wat is u nou het meest opgevallen in die afgelopen 100 jaar? Welke verandering is voor u nou het grootst geweest? Zegt de oom met een split second. Zegt ze de dokter. Zegt hij de dokter, hoe bedoelt u? Zegt ze nou toen ik 20 was en ik kwam bij de dokter. Zei hij, helemaal uitkleden, ga maar liggen. En toen ik 40 was, zei hij, doe je blouseje maar uit en ga maar zitten. Ze zegt dat ik 80 was. Toen zei hij, steek je tong maar uit en blijf maar staan. Er komt een man bij de dokter en zei, dokter, ik moet eens even naar mijn klok en hamerspel kijken, want dat is niet helemaal correct van anderen. Hij zei, nou meneer, laat uw broekje maar even zakken. Hij kijkt, hij zei, nou meneer De Bruin, doet uw broekje maar weer omhoog. Zei die pardon, mijn naam is niet De Bruin, mijn naam is De Bruine. Zei die dokter, nou ik heb het al gezien meneer De Bruine, u heeft een druwieper. We hebben een echte zuinige Hollander, die wil voor weinig op vakantie. Die heeft alle reisbureaus aangeschreven, eindelijk ligt zijn kamer vol. Met zo'n pak reisgids en folders. Zoeken, loeren, kijken, doen. Vind een reis, compleet verzorgd voor 195 gulden. Inclusief vliegreis en 14 dagen cruisen op de Middellandse Zee. Dan krijgt ze tickets thuis gestuurd. Aan de Schiphol, vliegt naar Venetië. Komt die trap af, staat een zwarte limousine. Meneer, heeft u geboekt voor de reis van 195 gulden? Hij zegt, ja, daar ben ik. Hij zegt, stapt u in. Ze rijden met die limousine. Naar de haven in Venetië, daar ligt een zeilschip. Schiegigant. Loopt die loopplank op, zegt de kapitein. Heeft u hij zegt, daar ben ik voor 195 gulden. Hij zegt, gaat u maar verder met de scheepstewardess. Gaan 4 dekken naar beneden. Zegt, kleed u maar uit, houd uw slipje maar aan. Er komt een grote smid aan. Die zet hem een ketting aan zijn been. Met een grote ijzeren bal eraan. Nog 1 dek naar beneden toe. En neemt u maar plaats. En er zitten nog 120 galeislaven. Aan de voorkant staat er zo'n grote zwarte Soedanese neger. Bom, 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 bom. Niet te vroeg klappen. En dan gaan ze lekker op de maat. Ze zijn zo'n 13 dagen aan het varen. En komen weer terug in de haven van Venetië. Zit hij tegen die Belg die naast hem zit. Hij zegt, moeten we die gozer met die trom nog wat geven? Zit die Belg, nee, is niet nodig. Heb ik de vorige keer ook niet gedaan. Eén, trom. Vertel de verhalen uit het leven gegrepen. Sophie bracht deze kroeper. Hij won maar kantje boord. Maar ik voel dat hij vanavond als een Patrick Kluivert scoort. De moppen die hij tapte over piemels op het strand. En die vet met zijn 3 ballen kent nu het hele land. De week nadat hij hier was, ik had het al voorspeld. Kon je de moppen horen die hij hier had verteld. En waar hij ze vandaan haalt, ik heb geen flauw idee. Maar het zou me zo een zorg zijn, hier is Jeroen, sorry. Van Kralen. Komt een man op de militaire dienstkeuring, die moet in dienst. En op een gegeven moment, hij staat daar helemaal gestript op zijn onderbroek na. Staat hij daar voor die keuringsarts en die keuringsarts zegt echt van... Nee, zegt hij, ik ben al heel lang uit, zegt hij, dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Ik ga er een collega bij halen. De collega komt erbij. Hij zegt, nee, zegt hij, dat heb ik niet. Dat geloof ik niet. Ik ga nog een collega bijhalen. Op een goed moment staan er 6 artsen staan om hem heen. Echt, mond open, ogen eruit. Hij zegt, die vent, wat hebben jullie dan in godsnaam nog nooit gezien? Hij zegt, die meneer, wat heeft u toch een verschrikkelijk grote navel? Ja, mijn heren, dat is hartstikke logisch, zegt hij. Ik ben al jaren vaandeldrager bij het muziekkorps. Ik zit in Breda aan de Wilhelmina-singel te vissen. S'morgens 7 uur, lekker de douw op het water, lekker bakje koffie erbij. Ik zit daar, komt er een man achter me staan. Ik zeg, goedemorgen meneer, morgen. En die gaat daar met zijn handen in zijn zak en gaat zo achter me staan. Nou, het wordt op een gegeven moment tot het 8 uur, die man staat er nog steeds. Het wordt 9 uur, 10 uur, 12 uur, ik pak een boterhammetje. Die goede vent staat nog steeds achter me, staat gewoon met mij mee te kijken. Ik denk, ja, heb ik weer, maar ja. Dus op een gegeven moment 2 uur, op een gegeven moment 7 uur pak ik mijn spullen in. Hengeltje in, vuikje in, ik draai me om en die vent die staat er nog steeds. Ik zeg, meneer. Ik zeg, u staat al 12 uur over mijn schouder naar die dobber te kijken. Waarom koopt u zelf geen hengel? Ja, sorry, zegt die vent, maar daar heb ik echt geen geduld voor. Mijn oma maakt ieder jaar met de kerst een konijn klaar. En dat doet ze zo ontzettend goed, dat het beest met Pasen weer op de stoep staat. We schrijven 1920, Chicago, tijd van de maffia. En op een gegeven moment Don Pedro, de grote don van de Italiaanse familie, roept zijn zoon Luigi.
roept hij bij zich. Hij zegt, Luigi, jij bent nou die oudste die familie, die oudste zonen. Jij krijgt die pistolen die familie. Traditie, hè? Hij zegt, Luigi, papi, ik wil helemaal geen pistolen. Wat moet ik met pistolen? Hij zegt, Luigi, jij krijgt die pistolen, dat is traditie. Dat heb ik van mijn papi en zijn papi en zijn papi en zo. Hij zegt, Luigi, ik wil helemaal geen pistolen, papi. Niks wil ik. Ik wil een horloge. Wat? Zegt Don Pedro. Jij wil een horloge? Nou ga ik jou wat vertellen. Jij hebt nou 5 jaar verkering met Maria, jouw vriendin. En straks ben jij getrouwd. En jij komt thuis en jij kijkt in de woonkamer. En jij ziet daar geen Maria. En jij gaat de trap op en jij ziet geen Maria. Jij komt op de gang en je ziet nog steeds geen Maria. Jij komt op de slaapkamer. En dan zie je daar Maria in wip maken met Mario, jouw beste vriend. Wat ga je dan zeggen? Je tijd is om? Dat scheelde niks. Dat hij in show 7 ging strijken met de eer. Daar stonden een paar jongens, maar hij had net iets meer. Je kunt het nooit voorspellen. Een mop blijft toch een mop. De een wint door het vertellen, de ander door zijn kop. Maar onze blonde Noorman won hier door alle twee. Hij lulde als een brugman en ook zijn kop staat mee. We hebben hier 8 kanjers, 8 toppers op een rij. En wie er ook mag winnen, Jan Hoeven blijft je mee. Stel op, Jan. Is daar een man die is helemaal stapel met shocker van Brigitte Bardot. Helemaal gek van. Foto's, posters, films, t-shirt, alles heb je. En die man wordt jarig. Dus zijn vrouw zit met een vriendin, die zegt, wat moet ik mijn man nou geven? Hij heeft alles, ik weet het niet. Dus die vriendin, ze zegt, weet je wat, hij is toch zo gek van Brigitte Bardot? Toen zegt ze, ja. Ze zegt, als jij nou op je billen B en B laat tatoeëren, Brigitte Bardot. Nou, ze zegt, dit is een heel goed idee. Die zoekt zo'n tattoojongen op in Amsterdam en die legt het verhaal uit. Dan zegt die man, dat is toch geen probleem, mevrouw? Hij zegt, laat u de broek maar zakken en dan doe ik dat. Dus die vrouw die gaat liggen op het tafeltje en die man die tatoeëert dat keurig niet. Die ziet B en B. Dus die man die komt 5 dagen later thuis op zijn verjaardag. Zit die vrouw, zegt, schat, kom maar naar boven. Zit, ik heb zo'n mooi cadeau voor je. Zit die man, natuurlijk. Zit die man naar boven. Hij zegt, wat is er? Zegt ze, doe je handen voor je ogen en niet kijken totdat ik het zeg. Nou, doet die man die handen voor zijn ogen. En die vrouw die bukt voorover, die trekt die rok omhoog en laat het broekje zakken. En ze zegt, kijk maar. Dus die man die kijkt, die zegt, Bob? Wie is Bob? Moet je zich voorstellen, Eerste Wereldoorlog. België ook in de strijd gemengd. Ligt net in de loopgraven tegenover Duitsland. Roept die commandant. Die roept zijn manschappen bijeen. En die zegt, mannekes. Hij zegt, straks komt er een duif van achter de vijandelijke linies. Met informatie. En die duif die kan praten. Hij zegt, nou, als het lot ons beslecht. Hij zegt, dan landt die duif tussen de Duitse en een Belgische linie in. Hij zegt, dan heb ik daar een vrijwilliger nodig die de duif gaat halen. Allee, commandant, zegt chefje. Als die verkeerd terechtkomt, ga ik hem halen. Hij zegt, goed jongen. Zie staan en met die verrekijkers. En ja hoor, er komt een duif aan. En precies in het midden natuurlijk, hè. Dus die commandant zegt, chefje, uw beurt. Hij zegt, allee, koorts, geen probleem. Dus die eruit en die tijgert over die grond heen naar die duif toe. Die komt bij die duif, pakt die duif op, haalt hem tegen zijn oor. Zet die duif weer neer, draait zijn eigen om. Meteen wordt die duif neergeschoten. Chefke die tijger terug, wordt in zijn been geschoten, in zijn rug. Maar die rolt in die loopgraaf. Dat die commandant die komt erbij, die zegt, allee chefke, wat zei een duif? Chefke zegt, kom. Dus die commandant die komt dichterbij, hij zegt, wat zei die? Zegt chefke, roekoe. Komt die vrouw bij de tandarts, gaat in die stoel zitten, en de tandarts gooit die stoel achterover, knipt dat lampje aan, komt het spiegeltje en het haakje naar voren zo, laat die vrouw zo die hand vallen langs die stoel en die grijpt zo die tandarts in zijn kruis. Dat die tandarts kijkt naar mevrouw en hij zegt, mevrouw, wat gaan we doen? Toen zegt ze, we gaan elkaar toch geen pijn doen, hè, tandarts. Is die man
Die ziet een advertentie in de krant staan van een groot warenhuis. Een pak voor 59 gulden. Gratis pantalon, per sok en een strijkijzer. Dus dan denk ik, nou, dat is wat voor mij. Ze komt bij dat warenhuis aan en zegt tegen die vrouw, het gaat over die advertentie. Van 59 gulden, gratis pantalon, per sok en een strijkijzer. Toen zegt ze, nou, kijk, daar hangt een heel rek. Verschillende maten, 6 kleuren. Ze zegt, zoek het maar uit. Nou, is die man perfect. Dus die man die past een mooie blauw, marineblauw pak aan. En die rekent af. Die loopt C&A uit. En die komt buiten. En die komt een oude vriend van hem tegen. Hij zegt, hey, daar Gink. Hij zegt, daar Jan. Hij zegt, wat heb jij een mooi pak aan? Ja, hij zegt, net gekocht hier al. Hij zegt, maar wat zit die linker mouwframe? Die is hier lang. Hij zegt, nou, het zicht. Hij zegt, maar ik ga even terug. Dus ik kom boven. Hij zegt tegen die vrouw, het gaat over de pak wat hij net gekocht. De linker mouw is zo vreemd. Dus hij zegt, nou, als hij hem een beetje optrekt. En hij houdt het armpje zo. Er is niks aan de hand. Toen zegt hij, maar nou, verrek. Dus die naar buiten toe. Die komt buiten aan en die komt zijn schoonmoeder tegen. Ze zegt, Jan. Hij zegt, Marie. Ze zegt, wat heb jij een mooi marinebouw pak aan? Hij zegt, ja, 59 gulden. Gaat ze plonnen, bezoek in de strijkijzer. Toen zegt ze, maar wat zijn die pijpen lang? Hij zegt, nou, ik ga even terug. Dus die komt boven dat meisje. Hij zegt, het gaat over de pak van 59 gulden. Hij zegt, die pijpen zijn zo lang. Toen zegt ze, nou, als u ze nou een beetje optrekt en doet die knieën tegen elkaar. Ze zegt, gaat het precies goed? Nou, ze is niet meer fantastisch. Dus die loopt eruit. Loopt het zebrapad over. Lopen twee oude vrouwtjes achter hem die zeggen dat ze voor zo'n slomiel nog zo'n mooi pak in de maken. Hè? Jan Hoeven. Eén keer gezien, nooit meer nog één. We zijn toe aan de laatste kandidaat. Hij werd de eerste winnaar. De winnaar van show 1. Dat hij die zegen waardig was, dat merk je zo meteen. Ondanks dat alles nieuw was, heeft hij het ver geschopt. Dat zou me wat gaan worden, nu hij is ingemopt. Die grap over John Woodhouse, de muis met olifant. De haan met Thank You Madam, hij bracht ze hier briljant. Die crisper met de chippies, drink gauw je koffie op. Want hier is Peter Vaze, de koning van hem op. Een jongeman zegt tegen meneer Pastoor, meneer Pastoor, ik heb een zonde begaan. Als je meneer Pastoor kon er in de biestoel en hij naar binnen. Nou, zegt meneer Pastoor, zeg het maar. Hij zegt, ik heb zaterdagavond een meisje meegenomen van de disco. Jammer, zegt meneer Pastoor, dat is helemaal geen zonde. Ja, zegt hij, maar die heb ik meegenomen naar mijn slaapkamer. Ja, zegt meneer Pastoor, maar dat is helemaal geen zonde. Ja, zegt hij, en toen hebben we ons uitgekleed. Jammer, zegt meneer Pastoor, dat is geen zonde. Ja, zegt hij, en toen kwam plotseling mijn vader binnen. Ah, oh, zegt meneer Pastoor, wat zonde. Wap! Twee graven gaan open en twee skeletten komen tevoorschijn. Tikkie 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 tik en lopen naar twee zware Harley motoren. Ze stappen op, wap 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 wap. Die motoren worden gestart. Eén van de skeletten stapt af, loopt naar zijn graf, trekt die grafsteen uit, legt hem op benzinetank. Zegt die ene tegen de andere, waarom neem jij je grafsteen mee? Zegt die andere, ik rij nooit zonder papieren. Twee oude vrouwtjes zitten in een heel oud autootje langs de kant van de weg te wachten. Politiepatrouille komt langs en zegt, hey, zegt die, kijk die oude dametjes die staan er met de auto, zouden die pech hebben? Nou, zegt die andere, ik denk het niet, want dan waren ze wel uitgestapt. Twee uur later komt die patrouille daar weer langs en ja, hoor, die dametjes staan er nog steeds. Nou, zit die ene, nou ga ik toch wel even vragen, hoor, ik vind dat raar. Hij tikt op dat raampie, een van die oudjes doet de raam open en hij zegt, dames, hebben jullie pech? Nee, zegt ze, we hebben geen pech. Ja, zegt hij, u staat hier al zo lang. Waarom? Nou, zegt ze, we hebben hier bij die firma Jansen in die garage een auto gekocht. En ze hebben ons gezegd, als je bij die vent een auto koopt, dan word je genaaid. En daar zitten we nou op te wachten. De Maas. Aan die kant loopt een Belgische militair patrouille en hier een Nederlandse militair. Die Nederlander die kijkt naar de overkant en denkt, hé, een Belgische militair. Hij zegt, hé, jij daar, ben je bij de luchtmacht? Die Belg zegt niks. Hij denkt, hij is niet bij de luchtmacht. Hij zegt, hé, ben je bij de marine? En die Belg zegt nog steeds niks. Hij denkt, niet bij de luchtmacht, niet bij de marine, dan moet hij bij de landmacht zijn. Hij zegt, hé, ben jij bij de landmacht? Die Belg begint paniekerig te kijken, zegt echter nog steeds niks. Hij denkt, hij is ook niet bij de landmacht,
bij de stootroepen, dan is hij waarschijnlijk bij de verkenners. Hij zegt, hé, hey, ben jij bij de verkenners? Die bellen gooit zijn wapen weg en naait er tussenuit. Komt hij op de kazerne en zegt de commandant, hé, manneke, jij hoort patrouille lopen langs de Maas. Dan zegt die Belg, ik ben nogal gek, er loopt een of andere idioot, een Hollander. Die zegt, als dadelijk de mist gezakt is, zwem ik naar de overzijde en begrijp ik u tot je zulke kleine ogen hebt. Pieter Vezen. En we zien 8 foto's van gelukkige moppetoppers. Daaronder zien wij hun namen en de punten gegeven door de vakjury. En u ziet bij de tweede foto van links, die van Jeroen Smits, ziet u 120 punten. Daar komen de punten van de zaal bij. 240 punten. Moppetopper 1994. De gouden microfoon. Het toetje van het menu. We hebben nog 5 knallers. Hier komen ze voor u. Nu we toch in Aalsmeer aangeland zijn. Joop van der Ende loopt in de studio's in de rondte te kijken naar zijn personeel. En dan ziet Ron Brandstede bezig met een van zijn shows, de voorbereidingen. Hij staat zo te kijken. Hij zegt, Ron, hij zegt, als je dadelijk klaar bent, kom dan even naar mijn bureau toe. Ah, hij zegt, Ron, dat is goed, Joop. Dus Ron is klaar met zijn voorbereidingen en hij gaat... In de richting van Joop's kantoor. En Joop die zit daarin, achter dat grote mahoniehouten bureau, arm over elkaar. Hij zegt, kom binnen, Ron. Dus Ron die loopt naar binnen. Hij zegt, ga zitten. Ron gaat zitten. Hij zegt, Ron, ik volg je nou al een paar dagen. Hij zegt, ik vind dat je zulk vreselijk goed werk doet. Hij zegt, je shows zijn altijd voortreffelijk. Hij zegt, je ziet er altijd goed uit. Hij zegt, ik wil je eigenlijk loonsverhoging geven. Nou, hoezo, Ron? Joop, dat vind ik wel wat. Hij zegt, ik wil je graag 15 gulden bruto per maand erbij geven. Dat die Brandstede die vliegt over dat bureau en die begint daar de Joop van de Ende af te likken en te zoenen. Dus Joop zegt, rustig maar, het is maar 15 gulden bruto in de maat. Hij zegt, Joop, als ik genaaid word, wil ik zoenen ook. Moos gaat een wereldreis maken met de boot, brengt Saar hem naar Amuiden, gaat hij over de loopplank. Komt hij zo met zijn kop door die patrijspoort, staat hij zo te zwaaien naar Saar. Zegt Saar, Moos, doe nu zo gek, doe die boot van je nek. Die olifant die loopt helemaal mank, een klein muisje ziet en dan zegt, wat heb jij aan je poot? Zegt die olifant, een splinter in mijn poot. Als je die muis, kom hier aan. Weg splinter. Zegt die olifant, ik ben je dankbaar, wat kan ik voor je doen? Nou zegt die muis, ik ben een mannetje, jij bent een vrouwtje en ik heb nog nooit seks gehad met een olifant. Oh, zit die olifant, ga je gang. En die muis langs dat achterbeen omhoog begint zich de talken te poederen, de haartjes in orde te maken. Zit er een aap in een boom, die pakt een kokosnoot en die gooit die olifant recht voor zijn kop. Op dat moment dat die noot die olifant raakt, valt die muis van achteraan. Die olifant gooit zijn oren uit elkaar, slurf in de lucht, tetteret en die muis. Ja, schreeuw maar! Schreeuw maar! Zo komt er een man bij de dokter die zegt, dokter, hij zegt, ik ben het helemaal verleerd. Zegt die dokter, wat? Hij zegt, wippen. Hij zegt, het lukt niet meer. Hij zegt, die dokter, geen probleem. Ik heb een 4-daagse cursus. Hij zegt, ik ken je weer perfect. Hij zegt, wat moet ik doen? Hij zegt, nou, zegt die dokter, je begint vandaag op je linkerknie een dubbeltje. Dus hij, we krijgen, nou, hij zegt, ja, dubbeltje. Dus hij oefent op kantoor, dubbeltje. Hartstikke goed. Dus hij komt terug bij die dokter. Hij zegt, dokter, perfect. Dubbeltje. Heel goed, zegt die dokter. Nou heb je rechterknie een kwartje. Dus hij heeft zijn rechterknie een kwartje, dubbeltje. Hartstikke goed, hij komt terug bij die dokter, hij is de dokter perfect. Hij is de dokter, maar nou wordt het moeilijk. Hij zegt, nou heb je jonge heer een gulden. Hij zei, dubbeltje kwartje gulden. Hij zei, is goed, hij zei, nou op je kont een knaak. Hij zei, dubbeltje kwartje gulden knaak. Heel goed, zegt die dokter. Hij zei, even oefenen, ga je naar haar, ze pak je vrouw, weet je, leg je op bed, je gaat erop en je doet precies hetzelfde. Dus hij in de auto, dubbeltje kwartje gulden knaak. Hij komt thuis, zet dit tegen zijn vrouw Mien. Mee naar boven. Hij neemt zijn vrouw mee naar boven, kleedt eruit, legt het op het bed. Hij gaat erop. Dubbeltje kwartje gulden knak. Zegt zijn vrouw, het is wel lekker Arie, maar kun je dat niet wat sneller? Hij zegt, tuurlijk schat, 3,85. Komt de man bij de dokter. Hij zegt, dokter, ik heb er een blaar op. Kunt u misschien even kijken hoe dat kan?
Zegt die dokter, zegt, natuurlijk meneer, laat u de broek maar even zakken. Simon laat zijn broek zakken. Die dokter die kijkt. Die zegt, nou, vertelt u maar eens hoe vaak doet u het? Ja, zegt hij, als ik 's ochtends wakker word, pak ik mijn vrouw 2 keer op het bed, 3 keer op de grond, 3 keer op de trap, 2 keer voor het ontbijt, met het ontbijt een keer. Een keer op de tafel, op de stoel, na het ontbijt ook nog een keer, 3 keer in de gang, 2 keer tegen de voordeur. Heb ik een taxi naar het werk, vrouwelijke taxichauffeur, 2 keer op de achterbank, 1 keer op de voorbank, 1 keer op de voorkap. Dan kom ik op mijn werk aan, receptionist, telefonist, secretaresse, dan komt de koffiemeisje, 's ochtends kom koffie brengen. Op de tafel, op de stoel, op de grond, tegen de kantoordeur aan, dat is meestal tijd om te gaan lunchen, dus secretaresse. Receptioniste, telefoniste, dan kom ik in het restaurant aan, dan pak ik de serveertje, dan pak ik een keer in de garderobe, een keer op de tafel, op de stoel, op de grond, nog een keer in de garderobe, dan is het tijd om weer naar het werk toe te gaan. Receptioniste, telefoniste, secretaresse, komt het koffiemeisje, middags weer 3 keer op bureau, 1 keer op bureau, 1 keer op de grond, 1 keer tegen de deur aan. Dan is het tijd om naar huis toe te gaan, receptioniste, telefoniste, secretaresse, kom ik thuis aan, pak ik mevrouw 2 keer tegen de voordeur, 1 keer op de gang in de grond, 1 keer voor het avondeten, met de avondeten 2 keer op de stoel, 1 keer dan nog 1 keer op de grond, 1 keer in de gang, 2 keer op de trap, 3 keer voor het bed, 2 keer in het bed, ja, en dan ga ik slapen. En als ik 's ochtends wakker word, dan begin ik weer opnieuw. Nou, zegt die dokter, dan denk ik dat het daarvan komt. Oh, zegt, ik was zo bang dat het van masturberen was.